samen zijn gisterenavond met een vriendengroep had gelukkig weinig lichamelijke invloed op onze fysieke prestaties vandaag. Hoewel we pas tussen 1 en 2 ons bed induikelden, hadden we beiden toch goed geslapen. We reden met Poesnest naar ons stembureau en na het vervullen van onze stemplicht vertrokken naar de parking aan de Sint-Martinuskerk in Arcelen. We bezochten er eerst de kleurrijke glasramen met bekende personages. Om 10 voor 11 fietsten we met de wind van achter, gelukkig, naar een kleine parking aan het Lozerbos in Kruishouten, dat als Kruisem gefusioneerd is met Zingem. Een wist je dat je? De naam Kruisem werd aangebracht door een kleindochter van Mark de Bel, die de naam Kruisem reeds lang in zijn boeken gebruikt. 11:40 vertrokken we te voet terug richting Arcelen. In de zon die volop van de partij was, was het aangenaam wandelen, maar in schaduwpartijen voelde je de frisse noordwestenwind. We zagen bij de start de uitkijktoren van Kruisem, maar de beklimming doen dat we misschien morgen, als we er voorbij wandelen. Machelen aan de Leien, het dorp waar de expressionistische schilder Roger Ravel woonde en waar zijn naam vereeuwigd staat in het gelijknamig museum, kennen we met zijn leuke camperplaats, waar we niet voor kozen omdat het toch te ver van ons eindpunt ligt. De afgesneden leienarm wist Ravel gelukkig te bewaren, ook al moest hij ervoor in een bootje protesteren. We staken de Leien over, indertijd de Golden River, omdat hij veel welvaart bracht bij het roten van het vlas. Maar vlas hebben we vandaag niet gezien, ook niet in de buurt van Kottum, het vlasdorp van de streek. Het terrasje van de brouwerij Canarus lieten we aan ons voorbij gaan. We zetten koers naar Wontergem, waar een mooi standbeeld staat van Lucien Buysse, de Flandrien die in 1926 de Ronde van Frankrijk won. Na een videogesprekje met twee dochters vanuit Gent, arriveerden we even over 16:30 in Arcelen, met 20,8 kilometer op de teller. Een klein half uurtje later arriveerden we opnieuw bij onze fietsen. De kleine parking stond behoorlijk vol, maar er was gelukkig nog plaats voor Oesnest. Morgen trekken we richting Oudenaarde,